Dat knippen we er dan toch uit, hè, straks die stilte. Als het te lang stil is, knippen we het eruit, ja. Ik ben ook betrokken geweest bij het hierheen halen. Ja, de hond is er ook, Momo. Ik wil nog wel eens... minister-president van Nederland worden. Oh ja? Ah. Ik wil de eentje snel beantwoorden. Ja. Dus. Leuk dat je kijkt naar In Gesprek Met, een programma van Dion Zwart en ondergetekende over Horinezen en Horenaars in het nieuws. En we praten met hen over het nieuws. En vandaag zitten we in, ja, niet meer buiten, in het museum waar we in het voorjaar zaten, maar nu in Theater Het Pakhuis, want de herfst is begonnen. En we praten met Wouter Hakhoff. Wouter, welkom. Ja, in het nieuws natuurlijk omdat je bent gestopt als directeur van de muziekschool. Maar eerst even, het is een bijzondere dag vandaag. Het is de verjaardag van je vader. Het is de eerste verjaardag dat hij er niet is. Dat klopt. Ja, 14 september. Hij is vorig jaar overleden op de eerste kerstdag. Een bijzondere dag. En dan is zo'n eerste verjaardag wel even lastig. Maar we gaan vanmiddag met de hele familie naar mijn moeder heen. Om te vieren is niet helemaal het woord, maar om bij elkaar te zijn. Ja. Afgelopen zondag heb ik het as verstrooid. Oh, ja. Met de watertaxi. Ja. Horens op. Dat wilde uitkijkend. Die graag? Nou, het was meer mijn gevoel uitkijkend over de Grote Waal, waar heel wat sporen, waar we ook samen woonden en waar hij ook nog steeds zelf nu woonde. En uitkijkend over Horen, wat echt zijn stad was. Hij was Horinees, ik ben Horinees, zijn vader was Horinees. Alle twee, zowel mijn opa als mijn vader, hebben gebouwd aan deze stad. Op in welke zin? Manier. Mijn grootvader is degene die eigenlijk aan de haven alle gevels die je ziet heeft gerenoveerd en gemaakt. Dus het uitzicht van Hoorn is in de jaren 70 door mijn opa echt vermaakt. Alle mooie gevels zijn door hem daar neergezet. Dat heb ik als kind ook meegemaakt. Ik was ook trots op mijn opa. Dat deed hij fysiek zelf? Was hij bouwer dan ja, of zo? Ja, mijn opa was één van de drie aannemers in Hoorn in die tijd. En hij zat heel erg in het... Hij was de eerste echte restaurateur die echt de oude huizen deed. En hij kreeg de opdracht om eigenlijk de hele havengebied, maar ook heel veel andere gevels, of het Kleine Oost, het Achterom, de markante gevels die toen opnieuw gemaakt zijn, die zijn allemaal nummer open. Ze zijn niet origineel, maar men wist ook niet hoe origineel het was in die tijd. Die kennis was er niet. Maar zijn bedrijf, en vooral mijn opa zelf, die was daar altijd aan het werk. Ik ben daar nog steeds trots op als ik daar langs rijd. Dus in die zin was mijn opa echt een bouwer van Hoorn. Ja, en je vader? Mijn vader zeker ook. Mijn vader zat heel erg in de politiek ook. Hoe verzin je het? Ja. En heeft heel veel in de sport gedaan in Hoorn. Heel veel ook in de jeugd. En heel veel lessen gegeven ook. De laatste jaren voorleesouder op de echte school. Hij heeft echt honderden kinderen nog leren lezen. En dus vorig jaar december op 81-jarige leeftijd overleden. Ja, en hoe gaan we ooit jou herdenken, als jouw bijdrage aan Hoorn? We willen er nog niet aan denken, maar dan zeggen ze nou Wouter Hakhoff was. Dat is eigenlijk bijna een laatste vraag dit, maar we zijn nog niet klaar. Wouter Hakhoff was Hoorn. Nee, ja, ik vond het woord bouwer van Hoorn, dat mijn opa was, dat heb ik ook altijd wel als een soort geuzennaam gehouden. Ik heb geprobeerd om de laatste 6 jaar niet alleen de muziekschool weer opnieuw smoel te geven, een nieuwe voorkant, een uitstraling. En als je ook langs het pand loopt, zou je dat ook kunnen zien. Het is niet alleen, heeft de muziekschool letterlijk smoel gekregen. Je kan lezen nu dat de muziekschool is, het pand is opgeknapt. Ja. En er hangen ook mooie banners. Ja. Je bedoelt dat er nu muziekschool op staat? Dat stond er niet op? Het staat er beter op. Het staat er beter op? Die banners aan de zijkant laten het zien. Ja. Maar toen ik 6 jaar geleden begon en in gesprek ging met de mensen die er toen werkten, was een van de klachten van, ja, maar we zijn niet zichtbaar. Ja. En waarom doen we dit? Ja. En weet men ons wel te vinden? En dat was, nou ja, ook met mijn verleden als muzikus en een podiumdier, dacht ik wel, ja, dat is iets, we gaan weer op dat podium staan. Dus Wouter heeft de muziekschool weer zichtbaar gemaakt. Ja, die wil ik wel inkoppen. Ja, ja dat denk ik wel. En tijd voor nieuwe avonturen, kopte de krant toen je stopte. Ja. Waarom ben je dan mee? Waarom stop je dan eigenlijk mee? Ik bedoel, is de taak volbracht? Is hij zichtbaar genoeg nu? Dat je zei, nou, de taak zit erop, ik kan weg. Er waren een aantal dingen die ik begon als interim in de zin van, het ging niet zo heel goed met de muziekschool, wat erg te maken had ook met de bezuinigingsronde die we in de 3 jaren daarvoor de hele cultuursector gehad had. Dan moet de tering naar de nering gezet worden. Dat was nog niet zo gelukt. En ik had dus opdracht als interim om te kijken of die muziekschool in de huidige manier ook wel door kon gaan. In het hele land zijn muziekscholen verdwenen. Ja. Of omgezet in ZZP-constructies. Ja.
De opdracht lag, daar moeten wij dat ook doen. Hè? Ja. Wat de PTT gaat iedereen ontslaan en weer opnieuw aannemen. Op een andere plek gaan zitten. Wat is de waarde van de school? Dat was mijn opdracht eigenlijk. Ja. En na veel gesprekken met docentenomgeving heb ik teruggekoppeld naar bestuur en ook naar de gemeente. Ja, deze school is het waard om in te investeren. Want de mensen zijn er al heel lang, hebben passie voor hun werk. Maar voelen zich gewoon niet erkend. Geef mij die opdracht om dat te doen. En dat ben ik gaan doen. Dat is gelukt, die opdracht. Hebben jouw contacten met de politiek daarbij geholpen? Nee, ik denk het begin niet echt. Want de contacten met de gemeente gaat vooral natuurlijk met de ambtenaren. Ja. Met de mensen die daar echt dagelijks een goede werk doen. Daar moet je de goede contact mee hebben. Die moest ik toen ook. Die keek me ook aan, wie ben jij? Ja. Zelfs nog een beetje, wat doe jij als muzikant? Ik ben Wouter Hakhoff, jullie kennen het toch wel? Dus dat moest ik echt wel uit mijn eigen kwaliteiten hebben om overtuiging te brengen dat het belangrijk was. Dus het antwoord is een beetje nee. Ik wist wel makkelijk de wegen te vinden, maar fijn, dat heb ik ook gebruikt. En men wist mij ook makkelijk te vinden en daar kon ik de muziekschool aan hangen. Dus het feit dat ik wel een bekende horinees was met een groot netwerk, hielp de muziekschool ook. Maar aan zich, je moet het natuurlijk zelf doen. Ja. Dus jouw vraag, is de opdracht geslaagd? Ja, de opdracht is geslaagd. Dan ga je het stokje letterlijk overdragen. Je bent natuurlijk ook dirigent, dus die heb ik ook als stokjes natuurlijk. Aan wie ga je het overdragen? Is dat al bekend? Dat is nog niet helemaal bekend. Heb je voorkeuren? Heb je ideeën? Heb je zeg maar bij de gemeente achtergelaten? Misschien moet je daar eens even naar kijken. Nou, de gemeente gaat er niet over. Het bestuur van de muziekschool gaat daarover. En daar heb ik natuurlijk geen enkele rol in. Het bestuur kijkt natuurlijk samen met het personeel. Wat is nu handig? Ja. Men zoekt even eerst naar een tussensituatie waarin het bedrijf gewoon de lopende zaken allemaal gewoon even doorlopen. En ze gaan samen met het personeel, maar ook met de omgeving kijken van wat voor iemand is er nu nodig om de volgende stap te maken. Wanneer is er iemand? Wat hopen ze? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk dat ze hopen dat die zo snel mogelijk er is. Ja. Even iets heel anders. Jij treedt in het hele land op. Hè? Je bent al jarenlang in het land aan het optreden. Maar je bent ook politiek actief. Dat wil zeggen achter de schermen. In het, als ik het goed heb begrepen, landelijk bestuur van GroenLinks. Dat klopt, ja. Waarom? Waarom? Waarom GroenLinks of waarom op de achtergrond? Misschien eerst even waarom je landelijk actief bent achter de schermen bij GroenLinks. Misschien een beetje een breed antwoord. Niet zo, kijk, GroenLinks wil dat een politieke voorkeur. Ik bedoel, iedereen heeft. Dus dat hoef je niet aan mij uit te leggen. Maar... Ik heb als muzikant natuurlijk heel lang op de voorgrond gestaan. Ja. Ik heb ook altijd heel erg gemerkt dat de kansen die ik kreeg en de mensen om me heen heel erg kwamen door de mensen die dat organiseerden, produceerden en deden. Dus daarom ben ik sowieso in de muzieksector steeds meer ook naar een bestuurlijke kant gegaan. Ik ben kunstenaarsvereniging gaan besturen en uiteindelijk muziekschool. Ja. Zo ben ik directeur geworden. Dat is op zich normaal in jouw vak ook, dat je de eerste tijd zeg maar vooral optreedt en op het podium staat en daarna erachter, of niet? Of is dat ook gewoon, dat te maken heeft met interesse, misschien ook achtergrond. Hè? Mijn vader was natuurlijk bestuurder, dus dan kijk je anders. Ik ben altijd heel onwijs geïnteresseerd in organisaties. Ja. Wat is er voor nodig om te zorgen dat iedereen gewoon het beste uit zichzelf had. Ja. Dat heeft natuurlijk mee te maken met dirigentschap. Want als dirigent ben je natuurlijk niet een dwingeland. Je kunt als dirigent heel weinig. Je hebt dat stokje. Ja. En je hebt allemaal beroepsmuzikanten die allemaal heel goed weten hoe ze een instrument moeten bespelen. En toch wil je maar ze laten voelen. Maar die zonder jou niet een compleet product maken. Die met een dirigent soms een stapje meer kunnen door de samenwerking. Ja. Ja. En dat kun je niet zeggen. Je kunt niet tijdens een concert zeggen, jij moet wat harder, jij moet zacht. Dat moet allemaal in het moment. Ja. En, dat heb ik altijd als een van de mooiste dingen van dirigeren gevonden. Ja. En het is dan logisch dat je ook naar andere organisaties gaat kijken, maar ook naar sportclubs en naar winkels. Van hoe gebeurt dat mensen, zonder dat je elkaar de hele tijd loopt te vertellen, doe het wel, doe het niet, het beste uit zichzelf halen. Daar komt die interesse vandaan. Ja. En zo ben ik uiteindelijk denk directeur geworden en heb ik dat ook als dirigent willen doen. Politiek ben ik gewoon, ook door mijn vader en andere dingen, altijd wel gevoelig geweest van wat er gebeurde. En daar ben ik ooit lokaal gevraagd om voorzitter te worden. Uh-huh. En daar merkte ik hoe fijn het is om mensen die politiek in willen. Ik had nooit die ambitie zelf om die kans te geven. Nou, ik ben lokaal voorzitter geweest, later provinciaal. Dus je rolt er eigenlijk gewoon zo in? Je moet overigens weer solliciteren. Provinciaal vond ik misschien nog wel het leukste, want daar heb ik gewerkt met GroenLinks. Hebben daar ook een goede overwinning gehaald. En dan kregen we 2 gedeputeerden, Sieter Pels. Dat vond ik een hele mooie periode. Ja. En toen het daar een beetje over was, was er landelijk een positie vrij. Ik dacht van, ik ben wel eens benieuwd. Hoe is dat om in dat centrum van de politiek te zitten? Hoe is dat? Onwijs gaaf. Ja? Ja. Kost dat niet veel tijd? Ja. Want je moet er ook altijd heen. Ja.
Ja. Waar zit je dan in Den Haag? Ons hoofdkantoor is in Utrecht. Ja. We hebben ook veel strategiedagen, die is in Den Haag of andere plekken. Daar praat je met, daar heb je de Eerste Kamerleden, de Tweede Kamerleden, ja. Partijbestuur, ja. Europees. Dat vind ik zo. De eerste keer dat ik rondkeek en een Paul Rozemuller, ja. En Jesse Klaver, ja. Ja. Die dan antwoord geven of jij krijgt, ja. Een vraag van, ja. Hun, dat was fantastisch. Ja. Dat voelt wel gewoon dat je in ieder geval mee kan denken. Ja. Dus, jij bent ook betrokken geweest bij het hierheen halen. Ja, de hond is er ook, Momo. Jij bent ook betrokken geweest bij het hierheen halen van Axel, onze nieuwe wethouder? Nee, want daar gaat de fractie over. Bij alle politieke. Is dit een diplomatieke antwoord of is dit... Want ik begreep dat hij al in een eerder stadium toch al wel... Ja, maar de fractie... Mogelijk, dat heeft hij tenminste mij, ja. Verteld. Van ja, nee, ik wist dat het eventueel zou kunnen. Ja. En het was... Dus wij hebben advies wel aan de fractie gegeven, die... om al in ver stadium, om natuurlijk ook wel duidelijk was, ja. Dat de heer Basjara, ja. Ook eerder ging stoppen, ja. Om wel al te gaan kijken, wat wil je dan? Als je een goede wethouder, ja. Hebt gehad, kan je beter organiseren wat er komt, ja. Dan dat je het laat gebeuren. Heb je nooit gedacht, dat wil ik zelf? Ik heb zeker ook wel gedacht, dat wil ik zelf. Ja. Ik denk door een aantal redenen. Allereerst omdat ik ook weet dat mijn zus die ambities had. Ja. En ik denk, twee hakken of als wethouders. Ik denk dat de stad horen daar nog niet aan toe is. Ja, dat was misschien, ja. Raar. Ja, maar goed, ja. Had het, ja. Natuurlijk best gekund in theorie. Ja, en toen zat ik ook... Ja. En ook omdat in de vroegstadium wel bekend was dat Axel, wat echt al een groot... Die kende ik uit het landelijke, ja. Netwerk, ja. Al wel. Dan denk ik toch, wat super gaaf als zo iemand naar de stad komt. En als ik er dan ook nog ben, heb je op meerdere plekken, ja. Gewoon nog steeds, ja. Mensen die zich hard maken voor de cultuur, ja. In de stad. Ik heb 3 afmaakzinnen voor je. Dus die mag je afmaken. De beste tip die ik van mijn vader gekregen heb is... Dat knippen we er dan toch uit, hè, straks, die stilte. Als het te lang stil is, knippen we het eruit, ja. Dat zijn veel tips. Ik denk dat de beste is... Mijn vader was, ik weet niet, maar mijn vader was toneelregisseur. En daarom heb ik hem altijd het meest herkend. Hij rees alle dorpjes langs. En de beste tip was altijd, luister, haal het beste uit de mensen. Het beste zit in de mensen zelf. Ja. Leg het ze niet op als regisseur, maar haal het uit ze. Ja. Als de muziekschool failliet was gegaan, dan? Was dat een ramp geweest voor horen als zijnde van de hoe je horen als stad beleeft, wat je kunt doen, de cultuur. Letterlijk van horen. Een stad kan niet zonder muziek. En, ja. Muziekschool. Ik wil nog wel eens... minister-president van Nederland worden. Oh ja? Ik wilde eentje snel beantwoorden. Ja. Dus dan maar eentje die ver weg is. Die is leuk. Ik zie ook al meteen een kop. Hakhof premier. Ja-nee zinnen. Ja, dan is eigenlijk dit antwoord, weet ik al. Ik zie mezelf nog wel eens wat doen in de landelijke politiek. Antwoord is dus... Minister-president, voor minder doe ik het niet. Ja, oké. Okay. Koningin Maxima krijgt nog een keer een kus van me. Ja. Want je hebt er al 2 aan haar, ja. Gegeven. Hè? En mijn zus is een goede wethouder. Ja. Had ik ook geen ander antwoord op. Verkeerde partij, maar... Verkeerde partij, ja, dat zei ze ook van jou. Ja. Ja, Karin zei ook, ja, ze zei, ja, Wouter is alleen van de verkeerde partij, maar ja. Vooruit. Jij hebt het al even over de cultuur. Je zegt dat de muziekschool failliet was gegaan, was niet goed geweest voor de cultuur in Hoorn. Hoe is het met de cultuur in Hoorn gesteld? Wat zijn daar nog dingen die... Is dat op orde? We zitten hier in Theater Het Pakhuis, onderdeel van cultuur. Wat is cultuur eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Van groot naar klein, cultuur is natuurlijk eigenlijk alles wat we zelf doen. Hè? Je hebt natuur en cultuur, zo leer je het op school. Maar voor mij is cultuur hoe we met elkaar omgaan. Hoe we omgaan met het leven, hoe we omgaan met onze angsten en onze ambities. Wat we doen naast werk, naast studeren en naast wonen. En daarin, dat noemen we dan de cultuursector, hebben we daar een beetje uitgehaald. Maar in cultuur is alles wat we doen. Hoe wij hier al praten en doen, zoals wij dat meegegeven hebben van onze ouders, dat is cultuur. En dat leer je heel erg door wat je in je vrije tijd doet. Ja. En wat je in je vrije tijd doet, bepaalt je voor een groot gedeelte. Maar bepaalt ook een omgeving. Dat leert je van elkaar, dat geeft je respect voor elkaar. En vooral dat overbrugt afstanden. De, ja. Cultuur is bij uitstek de plek waarin je... afstanden overbrugt. Door een goed theaterstuk te zien, krijg je inzicht in iets waarvan je denkt van, hé, daar wist ik niks van. Door een goed schilderij te zien, krijg je inzicht in situaties die een ander op een andere manier bekijkt.
Ja. Een kunstenaar, laat ik me afmaken, is iemand die daar zijn vak van heeft gemaakt, ja, om naar een situatie te kijken, zijn inzicht te verbeelden in een toneelstuk, in een theaterstuk, in een muziekstuk. Door met elkaar ernaar te kijken en te voelen en over te praten, creëer je cultuur. Een cultuur is altijd levend. Een cultuur is niet een dood ding. Als er mensen uit, wat we ook zeggen, andere culturen komen, nemen ze andere gebruiken mee. Maar ze nemen vooral een andere manier van omgaan mee. Hoe gaan wij om met eenzaamheid, met ouderen, ja, met armoede? En doen we dat goed in horen? In horen geven wij niet altijd, maar dat geldt misschien wel van Nederland, de waarde aan cultuur die het niet alleen verdient, maar die het ook nodig heeft. Kijk even wat er nu in Turkije gebeurt. Hè, waar natuurlijk een verlichte geest is die de boel wil besturen. Het eerste wat hij nu heel erg bezig is de cultuur weer naar beneden brengen. Dit mag je niet zingen, dit, ja, mag je niet schrijven. Ja. Alle dictators beginnen met een cultuur, ja, indammen. Wij moeten beseffen, ook in een horen, en juist in een periode waarin we een aantal wel uitdagingen krijgen over hoe we een stad gaan inrichten, hoe we met elkaar omgaan, hoe we omgaan met de armoede, de uitdagingen, maar ook de issues die er leven. In de horen liggen een aantal issues. Ja. Kan je voor zijn of tegen. Noem eens de belangrijkste. Een belangrijke is hoe we omgaan met ons verleden. Ja, wat gesymboliseerd wordt in een standbeeld, ja, dat gaat, ja, natuurlijk over andere zaken, maar ook een uitdaging. Wat vind jij trouwens van de J.P. Koen, weg of niet weg? Ik vind dat het een goed onderwerp is om een goed gesprek over te hebben, waarmee je elkaar afstanden overbrugt. Ik zou het gesprek vindt plaats. Ja, maar het gesprek vindt niet plaats op een manier zoals wij het in de cultuursector plaats zouden laten vinden. Dus, het is te procesmatig. Het is te procesmatig. Ja. Wij hebben ook wel aangegeven als cultuursector, want wij zijn, want je vroeg hoe gaat met de cultuur. De cultuur is verbondener dan ooit. Binnen de cultuursector vinden we elkaar heel goed. We hebben cultuurhoren opgericht waarin we zeiden, men laten de mensen niet meer over ons praten. Wij praten over onszelf. Ja. Wij nemen het heft, ja, in handen. En er is heel veel gebeurd sindsdien. Ja. We hebben heel erg meegewerkt. Maar heb je hebt als vertegenwoordiger van die cultuursector toch wel meegepraat over J.P. Koen ook? Wij hebben aangeboden, laat ons, wat jullie dan de stadsgesprekken, niet vormgeven, maar een podium geven. Mm-hmm. Laat ons door middel van films, muziek, theaterstukken, tentoonstellingen, deze discussie, ja, diepte, ja, geven. Want zo de manier waarop het nu is gegaan, zeg je eigenlijk van het is de procesmatig uitbesteed aan een bureau. En die hebben nu allemaal dingen gedaan. En ja, ik heb er ook al bij wat wethouders over gehad, maar ik heb niet het gevoel dat het heel erg leeft. Nou, het woord leven is zo belangrijk. Want, ja, als je, en dat is iets wat wij natuurlijk meemaken. Als jij als kunstenaar even heel stom een toneelstuk hierover schrijft, dan is het jouw mening. Ja, maar, ja, een kunstenaar is niet zwart-wit. Die laat al, dat zie je in goede films ook, in alles. Daar zit al gelaagdheden, ja, in, waar je als kijker denkt, wacht eens even, zo heb ik er niet, ja, naar gekeken. Ja. Dat is onwijs goede voedingsbodem voor een goed gesprek. Ja. Een goed gesprek gaat over mekaars intenties, wat, ja, je van diep voelt. Ja. Ik denk dat wij dat goed kunnen als cultuursector. Ja. Net zo dingen als city marketing, als zaken over hoe gaan we om met de wijkproblematiek, hoe gaan we om met de klimaatarmoede die er gaat komen, ja, de transities van de stad, de nieuwe omgevingen, Poort van Horen. Ja, ik denk dat de cultuursector aan zich een goede basis is om het gesprek daarover, ja, te houden. Terugkomend op J.P. Koen, en dan moeten we ook afronden. Wat jou betreft, J.P. Koen dan weg of niet? Als je even... Vraag je mijn persoonlijke mening. J.P. Koen moet weg, ja of nee? Hij mag voor mij in de tuin staan met een goed verhaal. In de tuin van het museum. Zijnde als onderdeel van een verleden. Dit voelt als een verering en dat past niet zoals ik naar het verleden van Horen kijk. Oké. Wouter Hakhoff, dankjewel. Graag gedaan.